Zo, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes zondagmorgen. 12 juni. Wat een speciale dag. Tuurlijk, omdat het zondag is. Maar vandaag is het de dag dat wij mijn moeder weer terug gaan brengen naar haar geboorteplaats. We gaan haar vandaag uitstrooien. Vanmiddag ergens. Dus ja, ik voel me goed omdat ik het vind dat wij daar goed aan doen om haar daar terug te brengen naar haar geboorteplaats. Vorige week al een keertje over gehad. Dus ja, wij vinden dat, mijn zus en ik vinden dat belangrijk. Dus dan gaan we dat vanmiddag gaan we dat doen. Dus dat is een beetje raar. Ja, ik ben de dag goed begonnen. Ik heb lekker gelopen. Ik heb weer wat beter gelopen dan vorige week. Het ging ook lekkerder. De temperatuur is wel alweer wat hoger. Het is nu alweer 17,5 graden. Dus misschien had ik iets eerder moeten gaan beginnen dat het net wat koeler is. Maar goed. Dat maakt niet uit. Het gaat in ieder geval over dat ik weer het gevoel heb dat ik weer een beetje progressie boek. En dat is alleen maar fijn. Dus voetbal is afgelopen. Dus we hebben nu momenteel geen competitie. Dus zondag vrij. Ik ga daar nu eventjes naar de fitness. Vorige week ook gedaan. Dat was echt best lekker, moet ik zeggen. Dus ik ga daar eventjes naar de fitness. Even bovenlichaam even een beetje trainen. Ik ga naar de benen. Goed gedaan natuurlijk met hardlopen. En ja, dat. En nogmaals, vanmiddag gaan we dan even wat andere zaken doen. Het is wat het is. That's life. Hoe vervelend dat ik is. Morgen zou eens 81 worden. In zekere zin is dit wel voor mijn gevoel het mooiste wat we kunnen doen. Dat we ze zeg maar een dag voor haar officiële verjaardag terugbrengen naar haar geboorteplaats. Waar ze dan zo gezegd, hoe dat je het ook kunt bedenken, voor ons gevoel haar 81ste verjaardag in haar geboorteplaats nog kan vieren. Hoe ver je het dan over vieren kan spreken. Maar nogmaals, het zal vanmiddag weer eventjes heftig worden. Maar goed, dat hoort bij het leven. En nogmaals, mijn zus en ik vinden dat wij hier goed aan doen om het op deze manier te doen. Natuurlijk zijn er heel veel kinderen die zeggen van nee, het moet in onze plaats zeg maar, in Graven gedaan worden. Wij waren anders van mening. Dat gaan we dus vanmiddag doen. Dus een beetje eigenlijk een beetje een rare vlog nu. Dat ik me eigenlijk wel lekker voel. Dat ik me lekker voel omdat ik goed gelopen heb. Dat het gewoon lekker ging. En dat je dan nu weer gaat denken over vanmiddag. Dat ik dus vanmiddag samen met de familie de laatste afscheid ga doen. Echt met recht het laatste afscheid gaan doen en dan kunnen we de boel echt afsluiten. Dus, dat geeft wel weer een lekker vreugdig gevoel van. Bizar eigenlijk, maar ja, zo sta ik er helemaal in. Dat vind ik. Goed, vakantie komt er ook bijna aan. Een paar weekjes vakantie. We hebben niks gepland verder. We gaan dagjes uit. Goed, hoe we dat gaan indelen, dat weten we nog niet. Meteen over 2 weken, 2,5 weken of 3 weken of zo, hebben we ook weer, of ook alweer, de eerste voorbereidingsweken van het voetballen. Dan hebben we 2 weken hebben we een voorbereiding, dan hebben we 2 weken vakantie. En dan gaan we weer erom. Dan gaan we een maand in de voorbereiding naar een nieuw competitieseizoen.
Dus dat is ja, eventjes rust met voetballen. Dus dan ja, dan hebben we meer tijd om dus op de zondag eventjes te gaan sporten en dan daarna nog even naar de fitness te gaan, waar ik nu weer aan het rijden ben. Dus dan kunnen we een paar weken mooi op de zondag trainen. Hoppata. Kunnen we even dubbel trainen en hardlopen en een beetje in de fitness. Dus ja, dat. Lekker. Ik ga naar binnen toe. Ik zou in ieder geval zeggen van, als je dit toch leuk vond, ondanks het feit dat, ja, dat het eigenlijk niet zo'n heel leuk gesprek was, qua gevoel. Doe een blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zie je volgende week weer terug. En dan zou ik zeggen, yo.